Nou, we zijn blijkbaar precies op tijd. We zijn blijkbaar precies op tijd vertrokken van de camping, want het is één groot regentranendal. Ik ga de leencamper terugbrengen en ik spreek vandaag de mensen van Tedford. En dan ga ik jullie vragen aanstellen, dus later in deze video de antwoorden op alle vragen die gesteld zijn waarop ik het antwoord nog niet wist. Ik ben deze week trouwens ook onderweg geweest met deze trekker. Die neem ik nu ook weer mee. Dan ga ik de route vastleggen die we rijden, want ook dat kun je in die trekker terugzien. Opnemen en ik ben heel benieuwd. Dit liedje dat nu uit is en fijn dat je... Even het geluid van de muziek uit. En dan krijg je later een video over te zien, dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, abonneer je en je weet wat je moet doen. Zoals jullie hebben kunnen zien ben ik de afgelopen dagen op pad geweest met een pre-productiemodel van het Tedford Indus toilet. Misschien is het voor sommigen een beetje veel, maar het is een echte innovatie en er komen veel vragen over. Nou, bij Mobildroom in Oud-Gastel heb ik de camper weer ingeleverd en ik heb gesproken met de productmanager en een van de ontwikkelaars van het Indus systeem. En natuurlijk heb ik daar jullie en mijn vragen neergelegd en dit zijn de antwoorden. Nou, een terugkerende vraag was, wat is nou die prijs van die vloeistoffen? Er gaan 3 flessen in, 3 liter, en tenminste volgens mij zelfs meer. Maar onder andere vroegen Carlo Rijsdijk en Francine Dekker, die vroegen zich dat af. Nou, een set kost €29,95 en de sets zijn vooralsnog niet in de winkel te koop. Maar de kopers van een camper waarin het toilet ingebouwd zit, die krijgen een voorraadje vloeistoffen medium die hun enige tijd ontzorgt. Omdat de vraag naar die vloeistof in het begin laag zal zijn, ligt het nog niet direct bij de dealers in de schappen. Dat is de reden. En daar, dat komt er natuurlijk uiteindelijk ook wel. En de flessen zullen op termijn dus ook los te koop komen. Want wij merkten al tijdens onze test dat niet alle vloeistoffen even snel opgingen. Dus op een gegeven moment heb je een bepaalde vloeistof niet nodig. Nou, dan is er ook een losse fles van te koop. Eddy van Meegdenburg vraagt zich af hoe milieubelastend de vloeistoffen zijn. Maar Tedford was daar heel open over met het antwoord. En ten eerste voldoen ze natuurlijk aan alle milieueisen. Het is echter natuurlijk wel zaak dat je ze afvoert via een gewoon riool, dus niet in de natuur stort. Door de nauwkeurige dosering gebruik je altijd precies de juiste hoeveelheid. En dat is veel beter dan wanneer je de vloeistof zelf maar een beetje in je toilet schudt. Op dit moment is er nog geen set met een groene vloeistof, maar die staat wel in de planning om geleverd te gaan worden in de toekomst. Maar je moet je ook altijd bij groene vloeistoffen bedenken dat deze ook zijn gericht op het voorkomen van geur en daardoor bacteriëngroei tegen moeten gaan. Minder belastend betekent meestal meer vieze luchtjes. Verschillende vragen waren er over het grijs water. Henk Vlijm en Yvonne Diepens onder andere, die vroegen zich af wat nou als die grijs watertank leeg is. Nou, ik heb dat eerder aangegeven, maar ik doe het nogmaals. Er wordt dus dan gewoon schoon water gebruikt. En zodra er weer grijs water is, zal het systeem op grijs water overstappen. Het systeem werkt dus ook alleen op schoon water. Kleffe Pet, what's in a name, heeft het over het gewicht van al die tanks. En het gaat dan over de inhoud van de schoonwatertank en van de grijs- en de zwartwatertank. De getallen die ik toen noemde waren 110 schoon of 120, 90 grijs of 100 en 50 zwart. Nou, met uitzondering van die zwarte tank, die in de huidige campers meestal rond de 18 tot 20 liter is, kan er dus 30 liter meer mee. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit. Het schoonwater verhuist uiteindelijk naar het grijs en dan ook weer in dit geval naar het zwart. Netto blijft er dus alleen maar de inhoud van de schoonwatertank over. Dat is eigenlijk het gewicht wat je meesjouwt. En dan kun je natuurlijk ook nog gaan besluiten om die 20 liter knop in te stellen. En dan neem je maar 20 liter mee en dan heb je nooit te veel bij je. Eerder te weinig, maar dan kun je in ieder geval wel naar het toilet. Overigens was ik zelf wel heel erg benieuwd naar het gewicht van het systeem zelf. Want hoeveel weegt dat Indus nou meer dan bijvoorbeeld een C200 toilet van Tedford? Nou, Tedford heeft daar zeer scherp op gelet omdat de producenten ook op het gewicht letten. Het mag dus gewoon niet te veel wegen.
Indus mocht uiteindelijk maximaal 15 kilo meer wegen en volgens Tedward zijn ze erin geslaagd om binnen die marge te blijven. Ook was ik geïnteresseerd in het energieverbruik van de installatie. Want er gebeuren zo nu en dan dingen in het systeem en als je moet doorspoelen draaien er verschillende pompen. En ook daar heeft Tedward aan gedacht. En in totaal verbruikt het systeem bij volledig gebruik door twee personen ongeveer 2,5 ampere uur per 24 uur. Dat valt dus heel erg mee. En wat ik mij verder afvroeg was hoe het zat met het onderhoud. Het antwoord daarop is een beetje lastig omdat het natuurlijk afhankelijk is van het gebruik. Het doel is echter dat Indus in ieder geval 10 jaar probleemloos moet kunnen werken. Er wordt nog nagedacht over een preventieve onderhoudscyclus, maar die moet ook met de praktijkervaring ontstaan. Het is nu in ieder geval al zo dat delen van het systeem op dit moment al meer dan 2 jaar test draaien onder uitdagende omstandigheden. En dat is vooral om daar achter te komen. Nou, als we voor het gemak uitgaan van dat de meeste campers na ongeveer 5 jaar van eigenaar wisselen, en dan hebben de eerste 2 eigenaren er eigenlijk weinig of geen omkijken naar. En dat is natuurlijk wel lekker. Ik heb verder gevraagd hoe wintervast Tedward Indus eigenlijk is. Nou, Beursner, waar nu de eerste toiletten zijn ingebouwd, heeft de wintervastheidstesten doorlopen. Daar zit onder andere een test tussen waarbij een camper met alle deuren en ramen open gedurende 24 uur in de koelcel wordt gezet en daar wordt afgekoeld tot min 15 graden. Daarna wordt hij weer opgewarmd en het systeem functioneert daarna probleemloos. Ook heeft Tedford dezezelfde test gedaan met een systeem wat niet was leeggemaakt, dus waar gewoon nog vloeistoffen in zaten en water. Daardoor is op dat moment geen vorstschade opgetreden. Het systeem lijkt dus behoorlijk wintervast te zijn. Nou, tenslotte hadden we een vraag van Berend Bartels en die is niet echt overtuigd. Hij is kennelijk een wildkampeerder en heeft geen grijs water. Toileteren doet hij op een omgevallen boom. Nou, dat kan natuurlijk ook. Ik denk alleen dat de meeste camperaars er anders over denken, dus daar heb ik niet echt een antwoord op. Nou, dat was hem dan. Heb jij een vraag en zit die hier nou even niet tussen? Stel hem gerust hieronder, dan kijk ik of ik het antwoord weet en anders vraag ik het aan de kenners van Tedford. Vond je dit een leuke video? Druk even op dat duimpje. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En met dat belletje, dingelingeling, mis je geen enkele video meer van ons. Tot de volgende keer.